Hallo allemaal, mijn naam is Dennis en in deze aflevering weer een nieuwe investeringsspelregel. De investeringsspelregel van deze aflevering is, in een boelmarkt heeft iedereen gelijk. Nou, wat wordt daarmee bedoeld? In het dagelijks leven krijg je constant prikkels van YouTube en kennissen die je influisteren. Koop dit aandeel, koop deze crypto want die gaat sky high. Het probleem is dat in een boelmarkt... En dat betekent dat alles op groen staat, alles stijgt, dat dat advies heel moeilijk te peilen is. Want het is inderdaad zo, als je dan zo'n crypto-munt koopt of zo'n aandeel koopt, dat die inderdaad stijgt. Maar het probleem is, als dan de markt uit balans raakt en zaken gaan weer dalen, dan zijn die foute adviezen, dat zijn degenen die dan als eerste keihard in elkaar storten. En dan uh, kan het zijn dat je een groot deel van je vermogen kwijt bent. Tijdens het maken van deze video zag ik het nieuws van dat Dogecoin, dat was zo'n crypto-muntje waar een heleboel bekende mensen ook in investeerden, vandaag keihard in elkaar is gestort. En een hoop mensen die hebben geluisterd naar die adviezen, hebben hun geld daarin gestoken en uh, hebben vandaag pech gehad. En dat is ontzettend spijtig. Een boelmarkt verblindt je zicht op zaken. Ik heb liever een markt die een beetje platter is, want dan kan ik veel makkelijker de zaken identificeren. En zoals ik al in eerdere video's heb verteld, als je aandelen gaat kopen, check dan of het bedrijf winst maakt. Of check dat ze in de toekomst winst gaan maken. Of dat er mooie innovaties aankomen. Of dat bijvoorbeeld in de macro-economische wereld. Dit bedrijf zeker weten succes gaat boeken. Je moet dat echt meten. In het verleden heb ik een video gemaakt. van investeer niet blind in een aandeel. En uh, dit komt heel erg dichtbij. Nogmaals, meet al die zaken: winstgevendheid, innovaties. de toekomst. Echt belangrijk. Bij cryptomunten is dat zelfs nog moeilijker. Omdat cryptomunten natuurlijk nu nog niet grootschalig worden gebruikt. Is de toepasbaarheid heel moeilijk te meten. Net zoals bijvoorbeeld die Dogecoin. Er is gewoon geen toepasbaarheid. Het is puur een waardebewaarder. Net zoals Bitcoin, Ethereum. Het zijn waardebewaarders. En natuurlijk is de utiliteit die eronder ligt. Zeker bij Ethereum, dat het de basis is. van ook een heleboel andere cryptomunten. En dat al financiële systemen die muntjes aan het gebruiken zijn. Maar het is nog steeds maar. Ini-mini toepasbaarheid. Ik denk zelfs dat bijvoorbeeld de Binance coin de meeste toepasbaarheid heeft, want het wordt gebruikt om transacties mee te betalen. Dus dat is moeilijk te zien. Ik investeer in de grote spelers, omdat de grote jongens daar ook hun geld in investeren. Dus ik ga eigenlijk mee op de golf en dan kijk ik welke munten daar uitspringen qua toepasbaarheid en qua investeerbaarheid. Het is gewoon ontzettend moeilijk. Nogmaals, een markt, daar moet je doorheen kijken. Sluit jezelf af van het gefluister in je oren van kennissen en de YouTube-filmpjes, maar doe een goed onderzoek. Dat was het voor deze video. Ik wens jullie veel wijsheid en gezondheid toe en ik zie jullie in de volgende aflevering. Doei doei!